Excentrisch trainen. Wat is het grote voordeel ervan en hoe kun je dat het beste doen? Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we het hebben over excentrisch trainen en met name voor de rug. Wat is het grote voordeel en hoe kun je dat het beste doen? Maar allereerst, waarom zou je überhaupt excentrisch willen gaan trainen? Allereerst kun je je spieren en gewrichten veel zwaarder belasten, omdat je alleen maar weerstand hoeft te bieden tegen de zwaartekracht. Je hoeft je dus niet tegen de zwaartekracht in op te trekken, wat bij de concentrische beweging natuurlijk wel zo is. Als tweede staan je spieren natuurlijk veel langer onder spanning, hè? Het bekende time under tension. Op het moment dat jij een excentrische beweging gaat doen, is het de bedoeling dat je dat tussen de 6 en de 10 seconden volhoudt. Op die manier staan je spieren dus misschien wel 8 seconden langer onder spanning dan bij een normale beweging. En als laatste, omdat je spieren veel langer onder spanning staan, worden er ook veel meer spiervezels aangesproken, waardoor spiergroei veel meer gestimuleerd wordt. Nou, in de volgende beelden laat ik zien hoe je excentrisch kan trainen. En natuurlijk is dit principe op iedere beweging, op iedere oefening toepasbaar. Hier op deze beelden zie je nu de standaard pull-up. Alleen de excentrische beweging is veel langzamer dan de concentrische beweging. Namelijk ongeveer maar 1 seconde. Tegenover de 6 à 7 seconden van de excentrische beweging die ik hier doe. Ik doe hier de concentrische beweging er ook nog bij, maar dat hoeft niet. En in de volgende beelden zo meteen laat ik je zien hoe je dat kan oplossen. Bouw deze oefening op tot 3 sets van 6 tot 10 herhalingen om serieus sterker te worden. Wordt dit nu te licht voor je, gebruik dan een weightbelt of dipbelt om extra gewicht toe te voegen en het nog zwaarder voor jezelf te maken. Kijk, in principe is natuurlijk de concentrische beweging niet nodig in een excentrische training. Nou, dit kun je dus oplossen door op een verhoging te gaan staan zoals ik hier laat zien. Zet de verhoging dicht bij de stang, maar zorg er natuurlijk voor dat je voeten niet op deze kist of op deze verhoging komen bij het naar beneden zakken, want dat is wel echt vervelend. Spring zo hoog als nodig is tot je kin ruim boven de stang is. En zorg er ook voor dat je direct controle hebt over de beweging en dus niet gelijk tot halverwege naar beneden zakt, voor je hem pas tegen kunt houden. Als je net begint, en dit gebeurt wel, is dat niet erg, maar train er natuurlijk naartoe dat je hem, als je springt, dat je hem direct vast hebt. En dat je vanaf dat punt, kin boven de stang, langzaam terug kan zakken. Je zal ook misschien wat gaan slingeren en dat doe ik hier ook, maar dat is op zich niet erg en dat komt natuurlijk door de sprong. Maar zorg ervoor dat je de controle niet verliest. Bouw deze oefening ook uit naar 3 sets van 6 tot 10 herhalingen. En ook mocht dit te licht worden, voeg dan ook weer gewicht toe. Dan hebben we natuurlijk de verticale spiervezels gehad, maar uiteraard heb je ook de horizontale spiervezels. En die kun je mooi trainen met de Australian pull-up zoals ik hem hier laat zien. Ik doe deze oefening hier in de ringen. Uiteraard kun je hem ook aan de stang doen. Maar het grote voordeel van ringen ten opzichte van de stang is dat je je handen iets in kunt draaien, waardoor je je rugspieren optimaal kan aanspannen en daarmee ook je polsen in een natuurlijkere houding houdt. Bij een stang word je toch gedwongen in een bepaalde houding, maar de ringen ben je daar flexibel in. Daarnaast is de instabiliteit van de ringen ook een heel groot voordeel, omdat daarmee ook de kleinere stabiliserende spieren mee moeten werken. Trek je hierop tot je borst ongeveer op de hoogte is van de ringen. Hou vast en zak langzaam terug tot je armen weer helemaal gestrekt zijn. Trek je schouderbladen goed naar achteren bij de concentrische beweging. Houd het ook tijdens de hele excentrische beweging vast om een optimale spanning te houden. Uiteraard is deze beweging die ik hier laat zien best wel zwaar, want ik hang horizontaal. Je kunt het makkelijker maken voor jezelf door wat meer rechtop te gaan staan. Hoe meer rechtop je staat, hoe makkelijker het wordt, hoe meer je gaat liggen, hoe zwaarder het wordt. Is deze beweging nou niet zwaar genoeg? Voeg dan weer gewicht toe door bijvoorbeeld een halterschijf of een bumperplate op je borst te leggen en dezelfde beweging te maken. Bouw ook deze oefening weer op naar 3 sets van 6 tot 10 herhalingen om voldoende kracht te kunnen ontwikkelen. Nou, dit was de video. Vond je hem leuk? Geef dan een like, geef een duim en zet iets in de comments. En deel deze video met iemand die deze informatie goed kan gebruiken. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de Gym Houten voor Bodyproof Calisthenics. Tot de volgende keer.